We hebben hier iemand, denk ik, die het iets sneller doet. Sophie Goos, top triatleet. Sophie, heb jij al eens een marathon gelopen? Ik heb nog nooit een afzonderlijke marathon gelopen, alleen in de wedstrijd dan. Ja, En hoe lang loop jij daar dan over? Mijn snelste tijd was 3 uur en 5 minuutjes. 3 uur en 5 minuten. Ja. Beetje sneller, maar ja. Nee, normaal, Sophie, je bent echt een top triatleet. Je hebt al heel wat overwinningen staan op je palmares. Te veel om op te noemen eigenlijk, maar wat waren voor jou de mooiste? Ik heb 3 volledige afstanden gewonnen. Ik denk dat dat de mooiste zijn. Als lange afstandsatleet is dat eigenlijk uw betrachting om een Ironman te winnen. Dus de volledige afstand. Misschien voor de mensen die nog niet echt thuis zijn in de triathlon. Wat is een Ironman? Ja, Allee, een volledige triathlon. Want Ironman is eigenlijk een organisatie die wedstrijden organiseert. Ja. Maar iedereen kent het woord Ironman, omdat ze dan dat linken aan Hawaii. Maar dus wat is een volledige triathlon? Dat is 3,8 kilometer zwemmen. Zwemmen? 180 kilometer fietsen. En dan... Als ik van de fiets kom, denk ik nu alleen dat marathonneke nog. Dus... Ja, ik had dat ook toen ik begon in Antwerpen, denk ik nu alleen dat marathonneke nog. Ja, ja, het is gewoon de ingesteldheid. Maar je bent prof, hè? Je bent eigenlijk pas laat prof geworden, hè? Op je 30ste. Is dat niet te laat? Nee, ik ben pas op mijn 25 begonnen met triathlon. Ik heb altijd gevolleybald en nog andere sporten gedaan. Paardrijden, ballet, tennis. Ik kom uit een heel sportief nest eigenlijk. Ja. Op mijn 21 ben ik dan gestopt met sporten en heb ik alle leuke dingen in het leven eigenlijk gedaan. In de horeca gestaan, even in Afrika gewoond, een beetje rondgereisd. Totdat ik op mijn 25 dacht, kom, ik kan nog goed worden in een ander sport misschien. Ik was naar een vriendin gaan kijken die in Frankfurt de Ironman meedeed. En dat was zo bijzonder. Die mensen die daar over de finish kwamen, die waren allemaal zo emotioneel en zo content en echt... Ja, euforisch, hè? Ja, echt ongelooflijk. Die sfeer die dat daar hing, dat was zo aangrijpend ook. Dat ik dacht, dit wil ik ook meemaken. Dat gevoel zo, echt. Die emotie die dat je hebt als je over die lijn komt. Is dat een verslaving, dat gevoel van dat kunnen overwinnen? Elke keer meer die grenzen verleggen? Ja, ik denk zeker als triatleet... dat we wel een beetje verslaafd zijn aan pijn. Want je duwt jezelf altijd verder en verder over een grens. Op training moet dat al. Als je beter wil worden, dan moet je altijd een beetje forceren. En in de wedstrijd ook. Ik moet toegeven, tijdens heel veel wedstrijden denk ik... Waarom doe ik dit nu? Ja. Dit is echt niet plezant. Ja, dat is gewoon dat is afzien. Hè? Ja, het is echt afzien en je hebt altijd wel ergens heel veel pijn. Niels zegt het ook, het viel dik tegen, de marathon. Maar je hebt er dan nog voor gefietst en voor gezwommen. Ja, en ofwel liggen je voeten open, vol met blaren, ofwel heb je krampen ergens, ofwel heb je buikpijn van alle gelletjes binnen te krijgen. Er is altijd wel iets wat pijn doet. Maar je doet het eigenlijk voor dat ene moment, over die finish. Ja, en dan liefst nog als eerste. Want ik heb voor laatst tegen mijn man gezegd, als ik nu nog eens een wedstrijd win, ga ik dat wel dubbel van genieten en bewuster dan de vorige, want ik ga dit ook niet meer te lang doen. Nee. En Ironman winnen, dat is zo bijzonder en zo... je doet dat niet elke week, dus ik moet daar echt volgende keer nog veel bewuster van genieten dan ik tot nu toe eigenlijk gedaan heb. Je bent nu 34. Ja. Hoe lang denk je nog door te gaan? Ja, heel veel mensen vragen mij dat, omdat iedereen ook vraagt, wil je nog kindjes? En als vrouw is het eigenlijk niet eerlijk. We zitten met 10 atleten in onze ploeg, 6 mannen, 4 vrouwen. Die 6 mannen, die zijn vaak jonger dan mij. Die zijn allemaal vader. En de vrouwen, daar is er nog geen één mama van. Dus ja, we moeten dat ofwel een beetje inplannen en dan moet je een comeback maken. Ja. Wat wel heel moeilijk is, denk ik, in de triathlon, omdat er zoveel uren training, arbeid in kruipt. Ofwel moet je gewoon zeggen, oké, in mijn geval, ik ga door tot mijn 36 en ik begin dan aan kinderen. Dus dan zou het voor mij nog 2 jaar zijn. Ja, veel langer moet je natuurlijk ook niet wachten. Nee. Dus eigenlijk is dat niet eerlijk van moeder natuur, zeg ik altijd. Maar dus nog, als ik het goed begrijp, nog 2 jaar vol een bak. Ja, ja. Wat wil je absoluut nog halen binnen je sport? Ik wil zeker nog een Ironman winnen of een volledige triathlon winnen. En dan toch naar Hawaii gaan en daar eens goed presteren. Dus volgend jaar, ik heb mijn kalender nu gemaakt en ik ga niet meer zo doen en geen 4 Ironmans meer op een half jaar doen. Meer doseren. Ja, ik ga proberen 2 te doen en dan rusten en pieken terug naar Hawaii en toch eens proberen daar een zwart beest te verslaan. Ja, voilà. Ik wens jou daar ongelooflijk veel succes mee. Dankjewel, Sophie. Graag gedaan.